Rekenen aan energiesystemen, warmteproces in huis is een beetje mijn hobby en een beginnend beroep. Vandaar dat ik veel met mensen praat over de vraag die vanavond ook staat. Goh, er gebeurt heel veel op het gebied van energietransitie, er wordt veel van ons verwacht. We hebben een huis, waar moet ik eigenlijk beginnen? Dat is een beetje de kernvraag. Een heel verhaal, ik heb maar 20 minuten, dus ik ga er een beetje doorheen jassen. Maar we kunnen aan de tafel over bepaalde onderwerpen verder praten. Er kwam een bericht vanmorgen binnen dat ik er even tussen geplakt heb. Dat is een onderzoek geweest, dat zijn de resultaten van wat vinden mensen nou van het feit dat ze hun huis moeten gaan aanpassen met energie aan de slag moeten. En wat er een beetje uitkomt is, dat zie je ook wel, dat 60% van de mensen in Nederland op zich bereid zijn om eraan te werken, maar dat ze ook denken van laat ik maar even wachten, want het is wellicht een hele dure klus en wellicht komt er nog meer subsidie of steun van de overheid aan. Ik denk dat dat ook een beetje het punt is waar het om gaat. We staan pas helemaal aan het begin van die grote transitie, er moet heel veel gebeuren en het hoeft ook niet allemaal tegelijk. En waar je mee moet beginnen, dat stappenplan wil ik nou vandaag een beetje uitleggen. Is natuurlijk een heel belangrijk punt, daar hangt het vaak op, maar vergeet niet, veel verduurzamingsmaatregelen die hebben een rendement van 6 tot 8% en dat is veel meer dan je spaarrekening, op je spaarrekening staat. En vervolgens stap je in een traject en dan denk ik ook van neem daar de tijd voor. Hè? Ik bedoel, iedereen roept maar we moeten heel snel aan de slag, maar ik denk dat we de komende 10 jaar tijd hebben om een aantal stappen te zetten. Krijg grip op je energierekening. Gewoon meer als, ik ben benieuwd, ik hoef geen getallen te horen, maar wie weet hoeveel energie die gebruikt op jaarbasis, zo uit zijn hoofd. Nou, dat vind ik al heel erg meevallen. Bij heel veel mensen is dat gewoon een groot vraagteken. Toch is dat stap 1 om te kijken van, hoe sta ik er eigenlijk in? De verhouding met gas en elektriciteit, en hoeveel kilowattuur en hoeveel kuub gas ik gebruik. Dat hangt natuurlijk van een aantal factoren af die anders kunnen zijn. De grootte van je gezin, dat moet je ernaar omrekenen. Wat ook belangrijk is om te kijken van hoe is mijn energieverbruik de komende jaren gegroeid of gedaald. Wil heeft al het een en ander verteld, in vogelvlucht natuurlijk, waar Loket Duurzaam Wonen mee kan helpen. Is vooral die Trias Energetica, om te komen tot een energiebesparend, energiezuinig ontwerp. Informatie en advies over van hoe kun je nou die energie besparen bij je woning. Isolatie is al genoemd, dat is een hele belangrijke. Hoe kun je zelf dan de energie die je nodig hebt ook duurzaam opwekken? Denk aan een zonnecollector of zonnepanelen. En die energie die je dan niet zelf duurzaam kunt opwekken, hoe kun je die dan toch efficiënt met de hele schone fossiele brandstof nog aanvullen. Dat is een beetje de opgave. En natuurlijk subsidie en financiering die helpt daarbij. We willen allemaal enthousiast worden om te investeren in onze leefomgeving. Het gaat om gezondheid, het gaat om comfort, het gaat om prettig wonen. En een subsidie is een effectieve prikkel daartoe. Mensen komen makkelijker in beweging. Ja, er zijn heel veel subsidiegevers eigenlijk. Want je denkt misschien, ja, subsidie is natuurlijk maar een kort iets. Hè. Het is er even en dan is het weer weg. Ga ik beginnen, is er geen subsidie meer. Gebeurt heel vaak. Toch zijn er door in de hele breedte zeg maar, heel veel subsidiegevers. Vooral de overheden natuurlijk, Rijksoverheid, maar ook de provincie. Die roert zich ook behoorlijk. En die spreekt een andere doelgroep aan. Waterschap, natuurlijk als het water gerelateerd is, geeft ook subsidie. Bijvoorbeeld voor het afkoppelen van regenwater, maar ook de aanleg van de Groendag. En de gemeente. En wij zitten in een hele bijzondere gemeente. Want de gemeente Bergendal heeft zowel en een financieringsregeling, die u in staat stelt om tot 25.000 euro. To be my team.